Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken van Battlefield 2042. En we gaan weer spelen. We spelen op de map Orbital. Dus waarschijnlijk kent iedereen deze map wel. Want dat is gewoon de map met de raket. En ik hoop dat hij opstijgt deze keer. En misschien gaan we in het weekend live, maar ik weet het niet zeker. Maar denk het wel. Ik hoop echt eigenlijk dat ik al direct een straaljager kan pakken. Ligt er aan welke straaljager? The Russians have a naval task force in the region and it just went airborne. Nee. Oké, ik heb nog een tenminste, maar ik klikte dat op en dan ging dat weg. Transport's on the way. Maar tenminste heb ik al een hoover drive. Oké, kom op. Ik ben een beetje de knoppen vergeten. Oké. Oh, hey joh. Deze gast beukt mij vol in de zijkant. En het is geüpdate dus. Daar ben ik ook wel benieuwd naar wat het is. Ik denk dat de graphics beter zijn geworden. We hebben secured sector Foxtrot. Oh, het is niet vet. Oh, wat ben ik. Dit gaat niet goed. Ik ben echt niet goed met deze hoeven krijgen. Dit is goed. Ik ga hier omhoog en ik ga gewoon met de wingsuit. Staan daar nu stoeltjes? Daar staan twee stoelen en een tank, wat dan ook, potje. Oh, ik dacht dat dat net goed was. Support drop ready and waiting. They control sector Charlie. Ik ben wel ver gekomen. En bijna voor niks. Ik doe dat even dicht, dan voel ik mij iets veiliger. Dat is open en dat is dicht. Want die mensen werden gerevived. En dat is niet zo chill. Ah, zo'n ranger. Die dingen zijn sterk. Maar echt heel sterk. Misschien kan ik er zelf ook in roepen. Of toch niet. Ik neem gewoon de lift even naar boven. Dat is wel van de enemies. Dus waarschijnlijk ben ik al direct dood. Hey, mijn laser sight werkt. Ik wou die knife. Daar staat iemand. Ik zet mijn laser even af.
Enemy forces control Sector Charlie. Okay, I'll hit it. Allied troops targeting Bravo 1. Ik ga aan de andere kant. Oh. Ik weet sowieso dat hij mij wil knifen. Maar ik heb hem niet kunnen killen terwijl hij omdraaide. Dus dat is dikke rip. Oh, die zijn nooit die vliegtuigen. Die zijn altijd direct weg. Ik denk dat je het er ook het is dat je slip voor je ziet. Taking control, point by point. Oeh, ah. Oké, even zorgen. Maar die lag. Oké, even zorgen dat niemand die auto gaat pakken. Nog eentje dan. Sector Bravo has been secured. Ja, nu kan niemand die meer gebruiken volgens mij. Want die is goed aan het branden. Ik volg gewoon mijn teammate. Oh, het is hier wel van ons. They have control of Sector Echo. Het lukt mij niet om hun te lokken. Ik ben nu 1-1. Oh, ik dacht dat dat veel pijn ging. Enemy forces have taken a blow. Nee, keep coming. Wat? Wat doet die eigenlijk? Gaat hij dat halen? Easy voor hem. Maar nu wordt F1 overgenomen. En E1 wordt terug van ons. Ik denk dat hier nog mensen zijn, want mijn teammates. If we don't stop them, they'll take every sector. Okay, dit wordt terug van ons, denk ik. Kom op, ik kan hier echt omhoog om naar F1 te gaan. Captured all of Sector Charlie. Kan ik die auto niet gewoon lokken? Nee. Ik zou gewoon daar naartoe gaan.
Echo 1 is under attack. Au, 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 au. Nee! Zoveel mensen. Ik heb er wel al 5 gekild en dat is mijn eerste dood. Nee, tweede. Tweede dood. Waarom zijn er nooit voertuigen? Objective lost. We need to retake. Dit vind ik dus irritant. Oh, die point wordt rap genomen. We're burning resources to stay in this. Ik denk dat er een tornado is straks aan het komen. Kan ik 360? Oké, een beetje. Ik ga gewoon door het water. Eigenlijk wil ik ook wel terug in Battlefield 2042. Water, want er echt gewoon veel water is voor boven. Hoe groot staat dat ding daar? Daarboven, serieus, word ik daardoor gekild. Ik pak ook sniper, denk ik. Tenminste, hij had geen sniper, maar... Of, ja, ik pak een... Nee, ik pak geen sniper, maar ga wel op B1. Dus die kan het ernaast van hebben. Nee. One of our objectives have been attacked. Hier loopt iemand. Maar hier is een heel punt. Dat had ik nooit moeten doen, want ik ben direct dood. Iedereen kilt me met dat wapen, dus ik pak dat wapen ook. Als ik het heb. Ja. Oh, nog 8 seconden. En heel misschien is er dan een voertuig. The resources are at 50%. Ik denk dat daar eentje neerstort. Nee. Als, daar is er één kapot. En als er nu een spawnt, heb ik wel een voertuig. En er spawnt er geen, dus er is geen voertuig. En dan spawnt er een helikopter. They've occupied Sector Foxtrot. Okay. Got the storm security sectors. Enemy has majority control. Heb ik iemand met die mijn granaat? Nee. Dit gaat niet meer goed. I refuse medical assistance. Meer tactisch spelen weer. Een en misschien niet direct de enemies landen. Is hij al dood? Of is hij ook gewoon een black spike? Natuurlijk! We zijn er dan net op het moment dat ik daar is gebleven. Miljoen enemies. Kan ik alsjeblieft straaljager pakken? Yes, eindelijk! Alleen zie ik niet zoveel, maar... Wordt al direct weer gehoord. Oké, bar disabled. Dat zijn gewoon supplies.
En nu zijn er geen helikopters. Volgens mij. Ik hoop dat dat raak was. Want anders zie ik hem hier nog ergens. Oh! Ik heb hem aangeraakt. Ik raakte gewoon een straaljager aan. Ik dacht echt dat ik hem kon poppen. Daardoor maar. Gelukkig niet. Dat is ook iets spelen. Most sectors are now under. Waar is hier iedereen? Ah, daar. Auw. Wie is het er achter me? Ready with the support drop. Iemand zit achter mij. Dit is het enige wat kan. En zit hij nu nog achter mij? Ah, oh, door die wel erg donker. Ja, aha, jij bent mijn target. Oh! Watch yourself, troops. Resources at 50%. Zou ik daar door kunnen vliegen? Dat zou wel moeilijk zijn. Nee, die was het daar. Sector Delta has been secured. Waar is iedereen nu? Ah, daar. Nog een helikopter hier. Ik vlieg er al aan. Oh, die is leeg. Die zijn ook gewoon uitgesprongen, die dacht ik dat pak ik. Maar ik ken niet, want ik wil deze gast hier killen, die boven mijn teammates aan. Ik denk dat ik een kill krijg. Alleen niet als hij eruit springt. One of our objectives is under attack. Ik moet weer even draaien. Als die nog raak was, hè? Nee, ik wil echt niet voor hem. En ik heb de andere mannetje met de grappling, die is een check voor de boven. Auw. Our forces control most sectors. Allied forces have captured Charlie 2. Dit kan hij niet volgen waarschijnlijk. Delta. Die stort neer. Ah!
ik ben zo lucky. Ik ben echt heel lucky. En die is nog heel. Enemy occupying an objective. Kan ik hem nog opstijgen? Oh, dat is niet easy. Oh! Oké, ik heb het overleefd. Oh, maar dit is niet... Dat is toch wel... Okay. Gelukkig hield mijn straal, ja. Maar waar zijn al die hele top? In de lucht, oké. Dat is wel het eind aan mijn straaljager. Alpha objectives under control. Sector secure. Okay, jammer genoeg heb ik geen straaljager meer. Auw. Both sectors are now under our control. Lucht. Your forces are dwindling. Nearly every sector is now secure. Dus die ga ik reviven. Teammate, kom op. Iemand snipe van daar, hè? Er is hier nog iemand. Auw, 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 mijn pistool. Serieus? Rip mee. Stay away, get back! Oh, jammer dat er geen straaljager is. Oh, maar dit is het. Dit is ook goed als ik maar een gunner heb, anders ga ik aan die kaas. Oh, nu heb ik dan andere man gepakt. Oké, dat is dan echt goed. Ik ga gewoon iets proberen als dat niet lukt. Dit was dan de video voor vandaag. Dus tot de volgende keer. Bye bye.